Welkom bij een nieuwe aflevering van Community Stories in samenwerking met BM Talk. In elke aflevering praten we met inspirerende rolmodellen uit verschillende communities. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Mohammed Yusuf Bos. Mohammed is een professioneel danser, choreograaf en theatermaker uit Groningen. Welkom Mohammed. Dankjewel. Even over die achternaam. Dat is een echte achternaam, hè, voor de mensen die twijfelen. Ja, dat is echt mijn achternaam. Kun je ons vertellen je volledige achternaam? Ja, je naam? In Somalië krijg je de hele naam van je vader mee. Dus mijn naam Mohammed is mijn voornaam. Ja. Yusuf is de voornaam van mijn vader. En Bos is de voornaam van mijn opa. En ik heb dus eigenlijk 3 generaties in mijn naam. Dus dat is wel heel bijzonder. Het is zo'n kettingconstructie heeft het in Somalië. En de laatste naam valt weg. Dus mijn kinderen, als ik het heel officieel zou doen, ja, zouden dan Mohammed Yusuf heten. Maar dan valt de boslijn valt weg. Valt Bos weg. Ja, nee. Maar die houden we dus nu precies wel. Precies. Nice. Nee, goed om te horen. Even over jouw werk. Je bent dus professioneel danser en theatermaker. En jouw werk, wat mij opvalt, is dat heeft altijd een sterke link met jouw Somalische roots. Ja. Waar komt dat vandaan? Dat komt omdat ik Somalisch ben, maar ook mijn eigen belevingswereld ook open te gooien en te zien wat dat dan is. En te kijken door welke bril kijk ik. En ik kijk ook door een Somalische bril. Dus ik ben in Nederland opgegroeid voor een groot deel van mijn leven. Maar Somalië is fundamenteel onderdeel in mijn leven. En ook hoe ik kijk naar dingen. Dus ik dacht van, dit moet een onderdeel zijn van. En it's a part of my roots. Dus it needs to be a part of the work I create. Yeah. Ja, en vanuit de wereld is het misschien niet geheel bekend. Maar we hadden het daar ook al even kort over gehad. Hoe belangrijk is dans in Somalië? Dans is heel belangrijk in Somalië. Dus je hebt echt het geloof aan de ene kant. En de cultuur aan de andere kant. Ja. En die gaan echt met elkaar samen. En daar is poëzie heel belangrijk. Muziek is belangrijk. Maar dans is ook belangrijk. En dans is voornamelijk heel erg belangrijk op het platteland. Waarin ook de rituelen worden gevierd. En dat dans een onderdeel is van het collectief zijn en het samenbrengen van mensen, maar ook het borgen van verhalen. Heb je daar ooit ook al eens aan meegedaan, aan dat soort traditionele rituelen? Jammer genoeg nog niet. Niet in Somalië. Ja. En ik wil heel graag naar Somalië, want helaas, mijn oom is overleden, maar die vertelde me altijd, je komt uit Irigaabo. Dankjewel. En hij komt uit Irigaabo. Dat is een dorpje in het noorden van Somalië. En hij zegt, de jandeer, die dans, dat is van jou. Dat hoort bij jou. Dus hij leerde mij dat altijd aan. Dus je moet een keer erheen. En hij zei altijd, als we een keer naar Somalië gaan, laat ik je het zien. En dan neem ik je mee naar de dansstijl die bij ons clan hoort, als je het zo zegt. Ja. En dan heb jij eigenlijk voor jouw eigen clan hier, met jouw collectief, ben je hip-hop aan het dansen. Klopt. Waarom hip-hop? Ja, hip-hop is, omdat het zo'n smeltkroes is van heel veel verschillende culturen. Dus dat je, ik kijk dan bijvoorbeeld naar, ik kom daar nu heel erg achter, dat ik bijvoorbeeld de danto doe. De danto is een dansstijl in Somalië. En dat je dan de farmer van house, dat is eigenlijk dezelfde beweging. Dus Afrikaanse stijlen worden allemaal, dienen als inspiratie in de hip-hop. Dus het is een smeltkroes van verschillende stijlen, verschillende belevingswerelden, die samen een nieuw iets creëren. Dus waar er ook ruimte is voor nieuwe generaties. En daarom vind ik hip-hop heel erg heel belangrijk. En is dat eigenlijk ook mijn uitlaatklep geworden in wat ik nu doe. Ja, en hoe is dat zo ontstaan? Waarom per se dan bijvoorbeeld ook echt hip-hop als dans? Want ja, de muziek is natuurlijk één ding. Je linkt met het Afrikaanse, maar je zou ook kunnen zeggen, ik gooi het over een andere boeg en ik ga een hele andere contemporary dans doen. Ja, ik heb dus toen ik jong was, voor heel veel hip-hop dansers is Michael Jackson een grote inspiratie. Mm. En toen ik in groep 8 zat, toen heb ik ooit een keertje voor een eindvoorstelling, eindmusical, heb ik Michael Jackson gedanst. Op welk nummer? They Don't Really Care About Us. En dat is wel, als ik er nu ook terugdenk, ik krijg wel weer kippenvel. Daar zit ook onrecht in. Het zit ook een element van het gevecht en ook het overleven en They Don't See Us. En ik weet niet, onbewust voelde ik ook als jongen van 12 waarschijnlijk een bepaalde noodzaak die daarin zat. En Michael Jackson is een en al noodzaak voor mij. En ik ben dat heel erg gaan volgen. En toen ben ik in aanraking gekomen met iets ouder, met Tupac en Notorious B.I.G. Maar toen dacht ik, ja, muziek is mooi,
Maar ik ben een danser. Ik beweeg. Ja. En ik probeer het ook wel die emotionele wereld op een bepaalde manier te vertegenwoordigen in wat ik wil doen als kunstenaar ook. Ja, dus zo ben ik op dans gekomen eigenlijk. Ja, je had het net ook even over noodzaak. Dan wil ik meteen even een volgende vraag. Die gaat over de noodzaak van de culturele sector. Ja. Die vaak overwegend wit is, hè, in de top van die sector. Programmeurs, publiek ook. Ligt dat aan het aanbod of ligt dat aan het systeem? Het ligt aan het systeem. En ik denk, er is genoeg aanbod als je kijkt ook... Als je kijkt naar de open source of de open platforms zoals Spotify, hoe hip-hop een vlucht heeft genomen. En als je kijkt naar de structuren die in subsidiestructuren zitten of het aanvraag, dat op een andere manier gaat. Dat het bij wijze bijna nodig is als kunstenaar om een instituut te zijn eerst en dan de kunstenaar. Ja. En dat zorgt ervoor dat sommige deuren gewoon dicht blijven voor heel veel kunstenaars. Dus het aanbod... zit nu, en ook die structuren behouden ook oude structuren. Dus een opera blijft een opera. En dat zal ook heel lang de grootste kunstvorm zijn in Nederland. Ja. En dat is heel moeilijk om dat te doorbreken. Het gaat mondjesmaat. Maar ook als ze op hoger af, Tweede Kamer, die noodzaak of dat zien... en ook hip-hop een onderdeel maken, bijvoorbeeld... dat het niet een pop of een muziekvorm wordt of iets... maar dat het echt een fundamenteel onderdeel wordt van de kunstenplannen... dan kan het veranderen. Maar ik zie het nu nog niet echt gebeuren. Maar je zou toch zeggen, we zitten nu inmiddels in 2021. We hebben in Amerika het succes van een musical als Hamilton voorbij zien komen... die volledig doordrenkt was door hip-hop... Waarom blijft Nederland achter? Ik denk dat het net als hoe met de popmuziek ook was, dat dat echt wel een tijd nodig heeft. Het zit nu, stap voor stap komt het in die volwassenheidsfase, denk ik. Waarin dus ook... Als je het hebt over volwassenheid, welke fase zitten we nu dan? Puberteit of zitten we nog in de kinderschoenen? Ik denk in de puberteit. Mm. Ik denk de kinderfase, heel veel, de oude generatie voor mij... Die hebben echt wel nog een hardere gevecht moeten leiden dan dat wij doen. Wie zijn dat? Als ik er even... Dus als ik het vanuit hip-hop kijk, dan zie je bijvoorbeeld een Alida Dors en een Nita Lim... En de instelling zoals bijvoorbeeld Ish. En er zijn echt voorbeelden die dus die het hebben laten zien van het is noodzakelijk als ik het echt op mijn stuk bekijk. Maar ook alle hip-hop acts. Dus ze laten gewoon zien van je kan niet meer om ons heen. Ja. En wat ik ook, waarom het in de puberteitsfase zit, is pubers zeggen soms ook wel, we zijn er. Dit is hoe wij naar de wereld kijken. Pas je maar aan. Ja. En ik denk dat het ook... We zijn zichtbaar. En in die zin hoeven we in principe te blijven staan. En niet aan de kant te gaan. Want dat is een heel lang... Hebben we dat op een bepaalde manier toegelaten. Vind je dat niet jammer dat het eigenlijk alleen maar dus vanuit de movement zelf komt? Hè? Je noemt net een Ish met Marco Gerris die een heleboel bruggen heeft gebouwd voor nieuwe makers. Je noemt Alida Dors die inmiddels als artistiek directeur aan Theater Rotterdam ook eigenlijk baanbrekend bezig is. Vind je het niet jammer dat dat toch elke keer dan wel weer from the bottom up moet gebeuren? Dus vanuit de makers? Ja, daar zit ook het grootste gevecht soms. En want de makers, er zijn heel veel makers. Ja. En het is makkelijker om de grote, dan is het overzichter. Maar er zijn zoveel makers die met hun ziel onder hun arm lopen en denken van, waar moet ik in godsnaam beginnen? En doordat het zeg maar moeilijk te organiseren is, als je het hebt over Nederland, een vrij bureaucratisch land, dan is dat dus, daar ligt dus ook vaak het probleem. En die moeten dus dan ook door weer en wind om dan uiteindelijk gezien te worden of bij een instelling terecht te komen om een stap te kunnen maken. Maar dan moet je ook maar net in die omgeving leven. Dus bijvoorbeeld als ik het heb over Groningen, dan ben ik een van de enigen die wel gezien wordt en op bepaalde plekken terecht kan komen. Maar dat is ook een strijd. Maar stel je voor je woont in Delfzijl. Heb je dan dezelfde kansen? Ja. Dus het is geografisch ook weer bepaald waar je kansen liggen. Dus als je moet je dan naar de Randstad, want dat gebeurt dan vaak, weet je. Oh, je moet van het platteland naar de grote stad en hopelijk heb ik daar een kant. Ja. Nou ja, je zegt net zelf ook al, je bent natuurlijk als zwartemaker vanuit Groningen, zit je inmiddels wel al in verschillende raden van die fondsen. Hè? Dus je kunt van binnenuit ook die verandering teweeg brengen.
Word je daarin ook wel serieus genomen? Terwijl wordt er echt naar je gekeken van, hier moeten we iets mee? Ja. Ik voel dat ik heel serieus genomen word als ik in een commissie zit. Dus ik zit bijvoorbeeld bij BNG Cultuurfonds. En daarin wordt mijn expertise echt bloedserieus genomen. En dat vind ik heel fijn om te zien. Waar adviseer je ze dan precies op? Op kwaliteit, dat is vaak de basis. Maar ook van welke dingen zien we niet? Dus als je het hebt over belevingswereld, dit zien we nog niet staan, maar ik lees het wel. Dus ook het manier van lezen en het elkaar helpen om dingen beter te kunnen begrijpen. Ik heb het net al gezegd, je zit dus in die verschillende raden. Is het lastig om daarin wel gewoon echt helemaal jezelf te zijn, volop kritisch er tegenin te gaan, omdat het toch nog ook de sector is waar jij ook afhankelijk van bent? Oftewel, kun je volledig gewoon gas geven als het nodig is? Ik probeer dat wel. Hmm. En ik merk wel dat het soms hou ik me in. En dan denk ik dit is wel, I'm choosing my battles in die zin. Maar over het algemeen, wat ik net ook zei, ik voel me wel heel serieus genomen als ik in een commissie zit. Dus mijn voice is valid. Ja. En dat is wel heel fijn om te ervaren. Dus ook dingen opengooien en aankaarten. Maar soms zie je dus ook wel dat fondsen heel graag willen, maar dat er weer een laag erboven is, dat daar het zit. Dus het is soms ook wel een beetje kijken of het wel fair is om dan tegen een deur aan te trappen als een fonds wel welwillend is. Nou, je zegt net choose your battles. Welke battles kies jij dan voor? Wat is voor jou belangrijk? Voor mij is het belangrijk dat de toegankelijkheid voor fondsen, et cetera, dat gelijkwaardig gaat. Dus als er bijvoorbeeld een instelling een fondsenwerver kan betalen, et cetera, et cetera. En die daardoor meer kansen krijgt, daar ageer ik dan tegen. Ik denk van, hoe krijg je dan mogelijkheden voor iemand die met zijn ziel onder arm loopt en die niet normaal goed is, waar ik soms echt wel emotioneel van word. Dat ik van, wow, je ziet iemand binnenlopen, want bij het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben we wel eens voor pitches, wat pitchen, ook een onderdeel van het aanvraagproces. En bedoel je dan live pitchen, dus echt gewoon als een soort auditie? Ja, en we proberen het dan echt in de vorm te doen als een gesprek in plaats van een auditie. Maar dat je echt iemand ziet binnenkomen en die begint in de eerste paar woorden. Ik schiet dan vol. Ja. Want soms, ik zie mezelf aan de andere kant van de tafel zitten. En soms, wat dan ook, het toegankelijk maken zit hem ook in hoe breng je iemand binnen. Dus want je ziet soms, dat raakte mij heel erg, is dat je soms mensen binnen ziet komen en die dan extreem onder indruk zijn. En die denken, die kijken dan om zich heen en zeggen, wow, mag ik hier zijn? En dan zeg ik, tuurlijk mag je hier zijn. En op die manier probeer ik dan ook een rolmodel of te laten zien, ik zit aan de andere kant van de tafel, maar ik ben net zo goed jou. Ja. Dus op die manier probeer ik ook alleen al door mijn fysieke aanwezigheid de ander op zijn gemak te stellen. Dat deed ik ook altijd, een beetje meelachen. Ik zeg, dat snap ik. Of een beetje aanvullen. Dus hoe was dat voor jou? Heb jij overal zeg maar ook echt, als je ergens binnenkwam, mogen zijn wie je bent? Of heb je je erg moeten aanpassen? Niet altijd, inderdaad. Ik heb heel vaak wel ervaren dat je dan ergens bijvoorbeeld in een theater binnenkomt en dat je dus geen rolmodellen hebt. Je ziet jezelf niet. Dus je pas je dan aan. En ik heb wel eens gehoord van, je moet je taal misschien aanpassen. En ik denk, als ik straat wil praten, ga ik straat praten. Ja. Maakt me niks uit. En het is een strijd geweest om je niet continu aan te passen aan een andermans belevingswereld of wat de norm is. Jij bent ook de norm. En dat is soms moeilijk. En ik heb wel ook de manier van werken vanuit dat each one teach one. En niet vertrekken vanuit, ik ben een autonoom maker en het draait om mij. Nee, het draait om ons. Ja. Dat is al een moeilijk gegeven soms. Kun je iets meer vertellen over dat each one teach one? Want ik hoorde dat een traject is waar je ook mee bezig bent. Ja, dus ik heb nu de ruimte gekregen om de komende 2 jaar mezelf verder te ontwikkelen als coachende maker. Dus dat veel meer zit is. Zit dat ook in jou, coaching? Want het is denk ik ook wel een aparte tak van sport. Zeker, zeker. En het is voor mij een heel belangrijk element. Want in het verleden heb ik ook bij Urban House Groningen gewerkt. In Groningen, waarin we veel talentontwikkeling hebben gedaan. Ik ben ook docent geweest, lange tijd. Dus ik vind het heel belangrijk om talenten te zien, te scouten, maar ook te helpen
om ook dat vuur van zichzelf te creëren op een bepaalde manier. Dus ook nieuwe ambassadeurs te creëren in de omgeving waar je toe verhoudt. En dat vind ik, dat is echt wel mijn passie. Dus het is, ik heb altijd, mijn stichting heet ook X Yusuf Bos. Het draait niet om de ik, het draait om de wij. De ja. X is de N in hiphop. Dus vandaar is die X dat ook. En als ik dat kan doen, is dat gewoon, dan ben ik een blessed man. En als ik mijn werk kan laten zien op mijn manier hoe ik dat doe, vind ik heel fijn. Maar als ik ook nog ruimte kan creëren en mensen mee kan nemen daarin, dat is voor mij echt een grote blessing. En wat zou, als je het hebt over jij hebt blessings, je zet je heel erg in voor die talentontwikkeling. Wat zou jouw ultieme dansdroom zijn, heel concreet? Mijn ultieme dansdroom, ik heb wel een droom, ik ga deze gewoon gooien. Het lijkt me gewoon heel vet om een groot, in de toekomst een keertje iets te doen met die Concrete Cowboys. Mm. Dat je cowboys, het is in Amerika, het narratief van de zwarte cowboy wordt niet gezien. Dus ik zou heel graag iets met paarden willen doen, grootschalig, met muziek, misschien met een koor, met dans. Zo groot mogelijk, waarin je heel veel zwarte lichamen of lichamen met een andere belevingswereld dan de norm, ja, die een podium te bieden. Dat is een toekomstdroom, maar het lijkt me ook heel tof. Want dat en hoe zit de dans daarin verwoven? Ik probeer dans in te zetten op het fysieke aspect. Mm. De emotionele wereld laten zien. In plaats van praten, vaak in de Somalische cultuur ook, is de handeling belangrijker dan wat je zegt. Is als je voor elkaar kookt, daar zit een bepaalde emotie in. Als je met elkaar danst, zit een bepaalde emotie in. En dat is voor mij een onderdeel wat ik altijd in mijn werk wil laten zien. Die emotionele wereld en dat dan vertalen vanuit dans. Maar daar is muziek ook heel belangrijk in. En ook natuurlijk de lichamen die dat vertegenwoordigen. Ja, ik volg je met heel veel plezier en dat zullen we ook absoluut blijven doen. We houden het in de gaten, vooral het Each One Teach One traject. Ja. Is dat ook iets wat binnenkort ook, zeg maar, waarmee je de podia opgaat? Ja, ben ik bezig met een voorstelling, die heet Lih. Dat is 6 in het Somalisch. Ik ben bezig met een serie van 10. Mm. En dit gaat ook over mijn vader, maar dit gaat vooral over hoe vooruit je tot jezelf en tot je geschiedenis die je opgeslagen ligt. En die gaat eind oktober in première, 29 oktober in het Grand Theater in Groningen. En, maar tegelijkertijd start ik dat Each One Teach One traject ook op. En daar word ik ondersteund door Docs, Hildegard Draaier. Zij is daarin mijn hoofdcoach. Maar we werken ook met een aantal companies in het noorden, zoals Club Caironi en het Grand Theater. Die ondersteunen mij al heel veel jaar. En dat gaan we ook continueren. Echt super tof. Te gek. Nou, we volgen het met heel veel plezier. Heel veel succes met alles wat je doet. Mohammed Yusuf Bos. Dank je. Dank voor het kijken. Dit was een aflevering van Community Stories BM Talk. Tot de volgende.